Hey en welkom op het kanaal van het ene Malibu meisje. Jongens, het is alweer de allerlaatste Halloween Friday Night vlog die ik voor jullie ga maken dit jaar. Het is echt ontzettend snel gegaan. De dag dat ik dit opneem is het 28 oktober. Ik ben vandaag nog eventjes ook met mijn moeder in het park. En het is een wat korter dagje voor mij vandaag, want ik weet niet of jullie het een beetje horen, maar ik ben best wel ziek. Het is momenteel 5:15, dus ik ben ook wel wat later weer. Maar ik ga ook wel iets eerder weg, dus ik ga proberen hier en daar een beetje te filmen. Wij hebben de villa op de planning staan vandaag, dus daar gaan jullie sowieso weer eventjes mijn mening over horen. Maar ook die van mijn moeder, want mijn moeder die vindt het natuurlijk ook allemaal een beetje spannend. Mijn moeder gaat ook voor het eerst in dit jaar, dus ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. En morgen ben ik er wel gewoon wat langer, dat is de allerlaatste dag natuurlijk van Halloween Friday, dus dan ben ik er wel gewoon echt weer volledig bij met Spooky Days en Halloween Friday Night, weet je. Dan moet natuurlijk wel even weer alles gefilmd worden en even alles voor de laatste keer bekijken. Dus vandaag zien jullie, van de dag van vandaag zien jullie iets minder beelden. Maar vanmorgen gaan jullie waarschijnlijk wel gewoon wat meer zien. Maar goed, ik ga mijn best doen. En we gaan de park nu in. Dag Ferry, we komen eraan. Ze zijn hier. Kijk, ze zijn er allemaal af. Je moet erin staan. En ik ken het. It is now 6 p.m. This means that the Halloween Fright Nights have begun. Welcome to the Symphony of Screams. Zoals jullie kunnen zien, de Friday Nights zijn officieel weer begonnen. We zijn begonnen in Nightmares. Ik ben heel blij dat ik hier ben begonnen. Want we hadden echt een goede plek. We stonden vooraan eigenlijk toen ze begonnen. Maar het was weer spectaculair. Ik vind het zo leuk nu dat ze het ook gemixt doen met Spooky Days, weet je wel. En het is ook leuk om te zien dat Tiff, het meisje van Spooky Days, die houdt natuurlijk van nachtmerries. Dus die wilde absoluut niet weg. En ze werd helemaal over de grond heen getrokken. Jullie hebben het kunnen zien. Arme meid. Maar ja, goed. Dus de Friday Nights zijn weer begonnen. Het is nu weer echt ontzettend druk. Maar wij gaan zo meteen richting de villa. Misschien dat ik hier nog een paar beelden gaan maken, maar het is echt heel druk. Dus even kijken of het lukt. Heb je ruzie gemaakt? Ja, maar het blijkt, hè? Ja. Dit is echt heel mooi gemaakt. Zoals gewoonlijk, ik geef de tip uiteraard elke video. Kom wat later aan het eind van je tijdslot. Want zoals nu, er staat weer helemaal niemand. Zoals je kunt zien, we lopen in de wachtrij van de villa. Zoals ik al had verteld,
heel erg benieuwd wat mijn moeder ervan gaat vinden. En ja, jullie gaan mijn mening weer achteraf horen. Wij hebben de villa gedaan. En wat vond je ervan? Ja, geweldig. Ja, ze hadden je goed te pakken, hè? Ja, ja, we hadden één scare, hadden we zelfs meerdere keren. Volgens mij was dat Michael Myers, die hadden we 2 keer. Ik denk dat hij zag dat mijn moeder er was geschrokken. Dat hij dacht, nou, ik doe het gewoon nog een keer. Want we liepen wel redelijk met z'n tweeën alleen. Ja. We zitten in het treintje. Nou ja, zoals jullie konden zien, de wagen was helemaal leeg. Er kwamen nog wel wat rimpas mensen bij, maar dat was het ook. Dus ja, hele goede ervaring weer in de villa gehad. Ik ben echt positief verrast nogmaals door de villa dit jaar. Ja, nu ook weer een paar keer goed geschrokken. Het huis lag er netjes bij. Nog wel eens goede ervaring gehad. Geen treintje. En mijn moeder vond hem leuk. Maar goed, dat was het wel eventjes voor deze dag. Nogmaals heel weinig beelden gefilmd vandaag. Maar ja, dat maakt voor jullie natuurlijk niet uit. Want jullie gaan nu de beelden zien van de allerlaatste Halloween Friday dag. Ondertussen is het alweer de volgende dag. Het is vandaag 29 oktober en is officieel de allerlaatste dag van Halloween Friday Night en natuurlijk Halloween Spooky Days. Ja, we gaan er een hartstikke leuke dag van maken. Ik ben vandaag weer met Tom. Ook mijn moeder en mijn zus die zijn er ook bij vandaag trouwens. We gaan vandaag ook nog laatste keer een Urban Explorer, want daar wilden mijn moeder en mijn zus graag in. Dus ja, hè, waarom niet? Wij gaan maar weer mee, hè. Dat is echt vervelend. Ja, zo vervelend. Nee, dus we gaan er een leuke dag van maken. Hopelijk kunnen we nog een paar monsters scoren, ook voor het vriendenboekje. Ja. Ga ik ook aan jullie laten zien trouwens. Heel veel van jullie wilden heel graag zien wat er nou allemaal in het vriendenboekje staat. Gaan we ook nog even laten zien. Dat gaan we doen. Ja, dat gaan we zeker doen. Het ziet er al vrij donker uit in de lucht. Er is ook code geel voorspeld tussen 3 en 6 geloof ik. Dus ik hoop dat dat niet al te erg wordt. Want ja, dat zal natuurlijk wel een beetje roet in het eten kunnen gooien. Ook voor Spooky Days. Maar goed, het is ongeveer 2 uur nu. Dus we gaan nu nog snel een rondje Spooky Days doen. Kijken of we nog wat monsters kunnen spotten. Nooit doe het bij jou. Monster onder mijn bed. Nou, er weer een bij. Ja. Wat hebben wij nou ook net gekregen trouwens van een van de trollen? Dat is heel mooi. Lintjes. Ja, we hebben zeg maar van die blauwe bandjes. Daar vertel ik zo even wat meer over, maar we kregen er nog meer mooie lintjes bij. Dat is mooi, dus het is enig. Blauwe bandjes. Ja. Ja, ik zie de gelijkenis wel inderdaad. Ik zit gewoon doorheen te bladeren. Iedereen te beoordelen. Nou, ondertussen zitten wij even aan de thee. Wij zijn aan de arbeid. Even aan de theeën. Wacht op Mad Hatter. Nou, we hebben nu zo goed als heel Tangled Twix. Ik zal ook eventjes zo meteen het boek laten zien, want we hebben er nu ook allemaal fotootjes bij geplakt en zo. Het is enig. Ja, nog niet van vandaag. Nee, nog niet van vandaag, maar wel van de vorige dagen. Zie je zo makkelijk? Ja. Kan je ook dit? Ja, dat kan niet, maar kun je ook onder door dan. Ja. Kan jij dat wel? Nee, hij is veel van. Kijk, zij kan het wel! Doe jij het langs? De laatste dag spookje deze is echt gewoon puur monsters verzamelen voor het boekje. Ja. Hallo. Oei. Eddie is wel mijn nachtmerrie.
Is die speaker nou gefixt? Oh, hou op. Hallo, hi. Daar waren jullie weer. Ja, alweer. We dachten, we moeten even komen. We moeten even kijken. Helemaal goed. Is je achtergrond al veranderd? Nee. Nee, waarom? Nee, oh ja hoor. Nou heb ik het voor elkaar. Aandacht, de achtergrond is nog niet veranderd. Dat is een beloofd! Ik heb het niet, beloofd. Beloofd. Ik heb het niet beloofd. Jullie foto staat wel in het vriendenboekje. Oh, goed. Ja. Waarom gaan we niet naar de bus? En niet? Oh. Ja, oh. Oh. Ja. Jij mag door hoor. Oh, ze loopt door. Ja, jullie mogen maar door. Zij niet. Ja, ach, jullie weer. Ja. Zij zijn achter ons van allemaal. Heeft ze niet gedaan. Nee. Ik ga gewoon stiekem achter hun aan. We gaan... Kom snel. Hé, dat zie ik. Zomaar voorbij lopen. Verdorie. Gaan ze niet sukkelen dan. Oh ja, maar dan moet even mijn plu inklappen. Oh, hou jij hem vast? Oké. Okay. Ik hou hem wel vast. Oké, okay, nou dan gaan we. Oké. Okay. 1, 2. Hoe populair zo gaat dat? Jij bent zo populair. I know. Ze verwarren ons met elkaar. Wat? Zo populair ben ik. Dat is niet waar, hè? Dat is echt wel waar. Dat is niet waar, hè? Nee. Okay. Kunnen wel familie zijn. Ja. Ik doe niet aan familie. Ik doe niet aan familie. Zijn we niet één grote familie hier bij festival? Nee. Oké. Okay. Oh. Nee. 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 Verhaal. Ja. Ik ken het leuk. Ja. En dat het duidelijk moet zijn. Hallo. Hoezo doe jij hier eigenlijk aan mee? Wat? Wat schrijf je allemaal op? Nou, ik ben lekker aan het schrijven hoor. Ja, wat dan? Nou, de kookkastje van mijn moeder waar ik van ga huilen. Oh. Een beetje een trauma van mij eigenlijk. Wormensoep. Snap ik niet zo goed waarom ze dat überhaupt deed. Nee, ik had het ook niet. Ik bedoel, zoveel trauma zou het niet zijn, denk ik. Nou, misschien heel veel ijzer vanuit de grond, maar... Ik weet het niet. Dat is ingewikkeld. Vind ik een slecht verhaal. Ik ook, ja. Hij doet wel zijn best. Ik deel iets persoonlijks met jou. Ja. Nee, dat blijkt. Er zijn geen familie, heb ik gehoord. Nee. Het lang geduurd, maar we gaan maken. Die kaal is helemaal correct. Mag ook wel, na een maand lang spiegelen. Maar mijn stem is weer helemaal terug. Ah, terug. Het is er nooit geweest. Het is nu wel. Goed, we hebben een vriendenboekje. Heb ik ook geleerd. Vrienden, dat doe je zeg maar met mensen. Ja. Ja, nou, wat moet ik invullen? Alles. Naam. Mijn naam is Pablo, incapablo. Mensen zijn zeer incapabel. Maar ik maak er gewoon Pablo van. Ja, Pablo. Leeftijd. Dat weet ik eigenlijk niet, maar ik maak er 16 van. Waarom ben ik een van jouw lievelingsmonsters? Je bent heel slim. Ben ik heel slim? Ja. Oh, dank je. Dus dan schrijf ik op omdat je mij slim vindt. Ja, of iets wat je zelf leuk vindt aan jezelf. Stoer. Ja, nou ik kan hiermee goed overweg. Ah ja, kijk. Kunsten van mijn moeder waar ik van ga huilen. Nou ja, sommige mensen die zeggen wel eens dat ik de slang ga opeten, Fifi, maar dat. Dat moet je niet doen. Ik wil sowieso die slangen eten. Slangensoep. Ja, slangensoep. Ja. Ophouden. Schiet die mug even neer. Ik ben gewoon even een boekje aan het invullen. Nou, schrijf maar verder. Het zijn alleen maar voor zen. Wil je lekker mee slapen ook, toch? Dat wij altijd. Wij staan nog steeds in Festival Freaks, ondertussen gaan de Halloween Friday's alweer bijna beginnen.
Ja, we hebben nog een paar mondjes bij. Ik ga het boekje zo meteen nog aan jullie laten. Ik heb niet super veel gefilmd bij Spooky Days. We hebben er gewoon echt een beetje van genoten. Hier en daar zat het weer ook niet helemaal mee. Maar ja, we hebben dus nog vooral eigenlijk monsters gescoord voor het dagboek. Het vriendenboekje. Want ja, we hadden natuurlijk niet heel veel tijd meer. Dat is de allerlaatste dag. Maar nee, het was echt super leuk. Ik kom er zo meteen nog even op terug. Nu ook een paar twee personages van Camp of Curiosities voor in het boekje. Dus dat is ook super leuk. Ja. Dus ja, en het eerste wat we jullie gaan zien is Halloween Fright Night. En jongens, het is bijna zover. Alle characters staan hier alweer van Camp of Curiosities en van Festival Freak zelf. Het is bijna 6:00. En we gaan bijna weer beginnen voor de allerlaatste keer dit seizoen. It is now 6 p.m. This means that the Halloween Fright Nights have begun. Welcome to the Symphony of Screams. Ze kwamen letterlijk in een polonaise binnen. Het is echt fantastisch. Op de laatste dag, alles is mogelijk. Alleen maar lachen. Het is zo ontzettend leuk tijd de laatste dag. Zeker het laatste uurtje in de zon is altijd heel leuk. Ik had het beloofd. Hier gaan we. Spooky Days is natuurlijk officieel voorbij. Ik ga er later nog wat dieper op in. Als jullie het echt goed willen lezen, zet even op pauze. Want anders wordt het veel te lang. We hebben hier uiteraard Daisy op de eerste pagina. Oh jongens, we hebben er zoveel. Ik zeg gewoon, jullie moeten maar eventjes op pauze zetten. Als jullie echt alles goed willen lezen. Maar... wat was dit oprecht zo leuk om te doen. En echt even credits naar Tom voor alle fotootjes erin plakken. Ach ja. Ik vraag me echt af hoeveel we er nou in totaal hebben. Oh ja, Tiff wilde twee foto's. Dus die hebben we er allebei ingeplakt. En ja, deze was ook leuk. Ze zijn allemaal leuk. Dit was ook een lieverd. Oh ja, zij zijn er met z'n tweetjes in. Ik moest mijn achtergrond dus veranderen naar deze foto, jongens. Uiteindelijk heb ik het gedaan. Jullie hebben er wat beelden van kunnen zien. Uiteindelijk heb ik daadwerkelijk mijn achtergrond veranderd. Nou, en daar waren ze blij mee. Of nou, Mout in ieder geval. Sorry, wat? Zit je me nou uit te lachen? Nou. Nee, jongen. Ja. Ach, wat waren de Spooky Days ook weer leuk, hè, jongens. Ik ga er later nog wat dieper op in, natuurlijk. Maar ik wil gewoon heel graag alle vrienden die we hebben gemaakt... We hebben heel veel vrienden. Heel veel vrienden gemaakt. Sorry, was maar half in beeld. Nou. Oh, dit was ook enig. Ja hoor. Het houdt niet op, hè. Er komt geen eind aan. Want een oneindige bladeren. We hebben wel ons best gedaan. Oh ja, het is enig. Alles is enig. Net Frank of zijn. Oh ja, Tim wilde ook twee foto's, omdat zijn zusje twee foto's had. Oh, ja. Ja, het gaat hier alweer helemaal los. Ja, nou dat weer. Dit is allemaal van vandaag. Vandaar dat zij nog geen fotootje hebben. Ah, ik moet er nog sneller doorheen, jongens. Want ik krijg last van copyright. Dus ik moet hier maar gewoon heel hard overheen praten. En nog sneller hier doorheen bladeren. Kijk, ja, het is ook zoveel, jongens. Het houdt niet op. Ah! Hier moeten alle foto's nog bij. Hier moeten alle foto's inderdaad nog bij. Oh, het houdt niet op. Het houdt echt niet op. Oh, ik heb nog nooit zoveel paniek gehad. Oh, dat was het. Dat was het. De laatste dag van Halloween Friday staat er altijd onbekend dat het echt super groot is. Het is net zoals eigenlijk de eerste dag. Dus als het een beetje grootste video is, sorry daarvoor. Ja, nou goed. Ik zal nog even terugkomen op Spooky Days. Ik heb jouw mening ook wel meteen even over. Oh, okay. Spooky Days. Ja, we gaan het maar denk ik afronden. Ja, helemaal het eind van de video komt natuurlijk ook nog een heel verslag over alles. Het gehele evenement. Maar even over Spooky Days.
wat heb ik er naar mijn zin gehad dit jaar? Oh, wat waren ze leuk? Wat deden ze goed? En wat zagen ze er goed uit? En, nou, ik denk dat dit echt mijn leukste jaar Spooky Days was. Ik denk het ook. Ja, en dat nog helemaal losstaat van het vriendenboekje. Het was zo leuk. Ja, ze deden het zo goed. En we hebben zo gelachen. Ze waren zo lief. En naar mijn idee ging het ook een stuk beter dit jaar. Ook qua vervelende mensen. Vorig jaar was dat echt een beetje een ding. Vooral bij Festival Freaks. Maar dit jaar eigenlijk niet heel veel last van gehad. Er zullen vast wel dingen gebeurd zijn, daar niet van. Maar het wordt ook steeds groter. Er waren veel meer acteurs ook dit jaar. De Spooky Days groeit echt met het jaar. Naar mijn idee ook veel meer kinderen. Ja, veel meer kinderen. Ik heb het idee dat het eindelijk begint te lonen, zeg maar. Dat het eindelijk het harde werk van Walibi, wat ze erin steken, dat eindelijk ze verdienen er eindelijk aan, zeg maar. Tot een recht komt. Ja, het komt eindelijk tot het recht inderdaad. Van, het wordt steeds mooier, het wordt steeds beter, het wordt steeds groter. Ze verzinnen steeds meer leuke dingen. De acteurs die vinden steeds meer hun weg hierin, denk ik. Want in het begin was het natuurlijk een beetje zoeken. Dus ja, echt super positief gesproken deze. Ik heb het zo leuk gehad. Ja. Het begint keihard te regenen, dat is enig. Dat is eigenlijk niet enig. Dus wij gaan maar doorlopen, de scare zone voor de laatste keer bekijken. En dus ook nog een Urban Explorer vanavond. Wordt mijn 5e keer. Het is vreselijk. Ja. Maar het is ook enig. Ja. Dus jullie gaan daar ook nog een mening over horen. Ook voor de laatste keer. En bizar dat het de laatste avond is. Ja, maar we moeten door. We moeten door. Momenteel echt extreem hard. Ik denk dat ze Pirateskoop gaan ontruimen vanwege het weer. En het is ook echt super druk, jongens. Het is zo moeilijk nu om te filmen. Maar ik denk dat ze gaan ontruimen. Zoals verwacht. De zon is leeg. De zon is leeg. Nou, ja. Het regent echt bizar hard. Ik heb de vraag ook wel eens gehad van jullie van wat gebeurt er nou bij regen. Over het algemeen gaan ze gewoon door. Het was net ook wel regenachtig en in principe gaan ze gewoon door. Maar als het echt een harde regen is of noodweer, dan willen ze dat het nog wel eens de zon is of walkthroughs zeg maar ontruimen. En dat gebeurt nu dus ook, maar nu regent het ook echt extreem hard. Dan is het ook echt niet meer leuk voor de acteurs om hier rond te lopen. En ook om onderkoeling te voorkomen, gaan ze dan eventjes backstage even schuilen. En dan als het weer wat beter te doen is, dan komen ze weer terug. Het is niet zo dat het helemaal wordt stilgelegd, permanent. Maar het is een beetje regen voor normale regen, dat gaat al. Maar nu het giet. Het giet. Het is niet normaal hoe hard het gewoon zo regent. Ik word zelf ook zeiknat, anders dat ik onder een paraplu sta. Dus het is niet te doen. Heel erg jammer dat het net ook op de laatste avond gebeurt. Dus waarschijnlijk komen wij later nog even terug bij Pirateskoop. Hoop ik. Nou, zo ziet een geëvacueerde zon eruit. Alles gaat in principe gewoon door. Maar het is echt aan het stormen. Wat doen wij hier eigenlijk nog? Nee, niet duimpje. Nou, het is echt vreselijk. Zo ziet het geëvacueerde zon er dus uit. Helemaal leeg. Geen acteurs. Verlichting en muziek gaan wel door. Maar ik ga er zelf vanuit dat echt alle zones net zijn geëvacueerd. Evacuaties van zones komen wel eens vaker voor. Dus bij extreem weer of bij extreme drukte of bij onveilige situaties. Want helaas komt dat ook wel eens voor. Dus dat zijn eigenlijk de situaties waarbij je een zone echt compleet leeg ziet. Of er moet echt een andere specifieke reden aan de hand zijn. Maar meestal zijn dit wel de drie grootste oorzaken. Nou, daar gaan we weer. Nou, wij zijn ondertussen onderweg naar Urban Explorer. We hebben een tijdje in Hacienda gezeten, want het is ijskoud. Het heeft echt nog heel lang geregend. Oh jongens, dit soort avonden heb ik zoveel meelijden met de acteurs. We lopen momenteel ook over Bushman Trail, maar de Bushmen zijn er niet. Ik denk echt vanwege het weer. Het is echt heel koud. Dus ik denk dat het echt te koud voor ze is. En
Ja, dus nee, het is geen beste avond, jammer. Maar goed, we gaan er toch nog proberen het beste van te maken. Ik hoop dat het gaat lukken om in alle zones te filmen. Ik ga echt mijn best doen. Maar om 9:30 hebben wij ook nog een speciale afspraak in Festival Freaks. Dus daar moeten we ook op tijd voor zijn. Want we zijn nu eigenlijk ook al te laat voor ons tijdslot. Maar ja, we mogen ons nog wel gewoon naar binnen, daar niet van. Maar over minder dan een uur moeten we in Festival Freaks zijn. Dus ja, het is een beetje stressen vanavond. Maar ja, ik hoop dat het allemaal gaat lukken. Nou, voor de laatste keer sta ik in de rij van Urban Explorers. Ze hebben hier ook matten neergelegd trouwens vanwege de regen. Ligt er al 2 weken geloof ik, want ja, ze hebben meer regenachtige dagen gehad. We staan hier denk ik helaas nog wel eventjes in de rij. Want de rij eindigt daar, maar toch duurt dit best wel lang. Hij heeft een iets lagere capaciteit, omdat er maar 4 mensen per keer naar binnen gaan. Maar ja, goed, hè, dat is dan maar zo. Maar ja, daar gaan we. Hebben jullie er zin in? Ja. Nou, daar moest je even over nadenken. Ja, ik heb altijd zin in. Ja, nou, ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. We komen uit het Urban Explorer en ja, jongens, dat was hem dan voor mij echt wel dit jaar. Ik heb hem in totaal nu 5 keer gedaan. Ja, wat vonden we ervan? Jij liep voorop, ik liep helemaal achteraan. Ik heb geen 1 scare gehad, dat is wel een ding, maar ik vond het niet erg. Want ik wilde juist heel erg graag dat mijn moeder en mijn zus alle scares kregen en die hebben ze zeker wel gehad. Ja, dus ik heb me heel erg vermaakt. En omdat zij dus voor mij liepen, dus ik heb heel veel gelachen, dus dat was leuk. Mijn zus had een zaklamp, hè? Mijn zus had een zaklamp en Tom had een zaklamp. Nou, jij was soms al helemaal weg, omdat jullie liepen niet door, dus Tom was soms al weg. Ja, maar Tom, hoe ben jij er nu in geweest? Ook 3 keer of zo? Nee, dit was 4. Dit was 4, ja. Een ding wat ik echt nooit heb benoemd, wat nu eigenlijk ook niet meer uitmaakt, is dat zie je hier ook dus wel aanraken. Of nou, ik weet dus niet of ze het voorheen ook hebben gedaan, de andere 4 keer dat ik erin ben geweest, maar nu werd ik wel echt volop aangeraakt. Kijk, ik kan daar wel tegen op zich. Ik vind dat niet zozeer vervelend. Maar het heeft ook helemaal geen nummer om dit te benoemen. Want dit huis gaat nu nooit meer open. Jullie kunnen er niet meer in. Maar we werden wel aangeraakt. Zeg maar van dat je doorlopen. Dus ik werd echt gewoon geduwd in mijn rug. En ik moest gewoon rennen. Omdat iemand me zo hard duwde, zeg maar. Dat is ook wel grappig. Want in de wc-scare wisten we natuurlijk dat je heel veel water over je heen krijgt. Dus ik doe elke keer mijn capuchon op nu. Capuchon af! Dus ik dacht, nee, zeker niet. Ze zijn al nat genoeg. Ik ging in het hoekje staan. In het hoekje waar je droog blijft. Ja. Toen begon ze ook te schreeuwen. In het midden! Nee, zeker niet. Jullie zijn wel lekker nat geworden, of niet? Ja. Ik kreeg de volle laag. Zij zijn wel lekker nat geworden. Ja. Ach, eigenlijk hebben we het zielig. Ja, nee, ik, nou, voor de laatste keer we naar de hele mooie oude Walibi spullen kunnen kijken. Ja, dat is de reden dat ik elke keer met heel veel plezier hier eigenlijk in ben gegaan. Die oude Walibi spullen. Ja, jongens. Ja. Ja, leuk. Ja, kunnen ze dat niet gewoon standaard neerzetten? Bouw gewoon een Walibi museum of zo. Ik bedoel, net zoals de Efteling, net zoals het Efteling museum, gewoon een Walibi museum. Dat is leuk. Het zal een paar dingen kunnen vinden. Nou goed, en dan jullie. Wat vonden jullie ervan? Doodeng. Ik vond hem echt heel eng. Hij was wel heel leuk. Hij was wat goed in elkaar gezet weer. Echt weer wat anders. Echt weer wat anders. En ik was dit keer niet zo voorbereid. Dus. Nee. Mijn zaklamp is stuk, ga jij maar voor! Ja, dat is natuurlijk de hele bedoeling, hè, dat je zaklamp niet doet. Ja. Goed, jullie zijn dus echt positief. Ja, zeker. Ja. Goed, het was dus nogmaals een huis dat er maar eenmalig is. Dus jullie kunnen nu niet meer in het huis zeggen dat deze video online staat. Maar al met al, ik vond Urban Explorer zeker geslaagd. Ik heb het echt naar mijn zin gehad in het huis. 5 keer dus kunnen doen, ik vind hem top. Ik snap wel dat hij nu gaat. Het is nu ook eigenlijk meteen klaar met dit huis. Want van binnen is hij niet meer in de allerbeste staat. Dus ook al zouden ze hem nog een jaar willen gebruiken, ik denk niet dat het gebeurt, maar nu gaat dit gebouw dus plat. Er komen dus 2 achtbanen hier op deze plek. En Haunted Holidays, dus Final Slayer momenteel, gaat ook tegen vlakte en dan krijgen we er 2 hele mooie achtbanen voor terug. We zijn aangekomen bij Festival Freaks. We hebben dus een meet and greet met Eddie, dus daar gaan we nu naartoe. Nee, dat komt helemaal goed. We hebben gewoon goed kwaliteitsmateriaal voor ons. Kijk, dit zijn echte goede rubbertjes. Goede rubbertjes. Als echt goede rubbertjes. Had jij er nooit geweest met goede rubbertjes? Hè, kindje? Niks aan de hand. Hier zo. Sukkel, heb ik. Goed. Jessie, als jij een relatie zou willen hebben, hè, is dat dan met mannen, met vrouwen, met fokpaarden, met wat? Wat zeg jij? Met mannen natuurlijk, heel goed. En wil je dan dit soort mannen? Wil je dan dit soort mannen of wil je dan... Oh,
gewoon Jesse zondagavond op de bank achis draaien. Oh, deze soort mannen. Ja, dit is een beetje jouw type man. Had ik al een beetje ingeschat. Kom naar mij, jongens. Applaus voor Jesse. We halen de hulptroepen erbij. Halen er maar bij. Ed de Clown. Jongens, kan even duren. Je kan nog drinken halen. Je kan nog in de goliath als je wil. Er staat anderhalf uur wachtrij. En dat haal je nog. Hè? Chillen, jongen. Ik had net helemaal Paw Patrol van je aangezet en dan heb je nieuw gehaald, Mafkelder. Krijg je er subsidie voor? Sure, wil je. Als iemand op Disney plaatjes overleeft, dan moet je nummer 74 dan. Kijk die billetjes. Ga jij hier een ballon vouwen? Ah, dankjewel Jesse. He. Nou, daar gaan we. Jongen. Duurt dat lang. Ik begin steeds beter te begrijpen waarom jij nog geen relatie hebt. Goed. Oh, misschien heb je dit al heel lang niet meer van dichtbij gezien dan Jesse. Maar kijk. Ja, jongens. Ik ben er zo handig in geworden. Zo, even kijken hoor. Ja, dit ongeveer dan. Even kijken hoor. 1, 2, 3. Zo, ja. Dat soort dingen. Voor de mensen in het publiek, altijd belangrijk, ook voor de jonge dames. Dat randje aan de bovenkant, even spugen schoonmaken, voor de mensen een beetje viezigheid onder. Het is namelijk een palmboom met kokosnoten erin. En weet je wat nou zo leuk is, Jesse? Dit is een hele bijzondere kokosnoot. Er zit een verrassing in, als een soort kindersurprise. Er zit er namelijk maan in. Hup, en die zitten nu in je haar, alsjeblieft, deze is voor jou. Dankjewel, Jesse. Geef er een applausje. Hallo, sukkeltjes thuis. Welkom op het kanaal van Dead Wallaby Girl. We hebben natuurlijk weer een fantastisch seizoen gehad hier tijdens de Halloween Fright Night in Wallaby Holland. Mijn naam is Eddie de Clown, maar dat wisten jullie natuurlijk al lang. We hebben een hele vette editie gehad met meer acteurs, met meer haunted houses en met meer scares van het ook. En wat was de show? Fantastisch! Hebben jullie allemaal Minnie Mee gezien? Er zitten vast wel beelden tussen deze vlog, maar ik zie jullie allemaal volgend jaar weer hier in Wallaby Holland. Doei! En nou, is even op het belletje druk, ga je lid worden van het kanaal en even een duimpje omhoog. Vinden we altijd leuk. Onder de eerste 10 mensen die nu een duimpje aanklikken, verloten we de hartelijke groeten van Masha, de directrice van Wallaby. Doei!
Wij zijn dus bij Eddie geweest zojuist. En voordat ik echt gebombardeerd word met vragen. Het was geen normale meet and greet, zeg maar. Dit is echt geregeld met Walibi samen. En ik ben er echt extreem dankbaar voor. Dus Walibi, echt serieus, dankjewel. Ook Eddie, dankjewel dat je even de tijd nam hiervoor. Ik ben er echt heel erg blij mee. Ik had eigenlijk niet verwacht dat het zou lukken. Maar ja, ik had toch het geluk dat het kon. En ik ben er echt super blij mee. Dat ik gewoon eventjes ook een praatje heb kunnen maken met Eddie. En gewoon een leuke video heb op kunnen nemen met Eddie. Foto kunnen maken met Eddie. Ik ben echt heel erg blij. Echt extreem dankbaar. Ik heb echt zo vaak de vraag gehad dit jaar. Van waar kan je met Eddie op de foto? Hoe kan je met Eddie op de foto? Helaas had Eddie geen vaste meet and greet tijden. Je had echt heel veel massa moeten hebben mocht je een foto willen met Eddie. Ik had wel een foto met Eddie hiervoor, maar dat was natuurlijk heel anders dan dit. Ik mocht nu echt gewoon even het dek op, zeg maar. Echt bij Eddie zelf. Dus ik ben echt heel erg blij ermee. We gaan nu echt even heel snel door de zon heen, want we hebben nog maar een uurtje. Om Tangled, Ghostly, Nightmares en Festival Freaks nog te zien. Dus ja, het is even stressen.
laatste uur, wat ik al zei in het begin van de video, is er altijd echt complete gekte. Jullie konden net ook zien, ze wisselen ook wel heel vaak van scare tools, wat super grappig om te zien. Een van de andere characters hier in de zon, die liep bijvoorbeeld met de staf van de queen, zeg maar, van de Tangled Twigs queen. Ze hadden dus scare tools omgewisseld. Het gebeurt echt constant, is super leuk om te zien. Het is altijd heel erg leuk om het laatste uurtje, op de allerlaatste dag in zones te staan. We gaan er nu dus vrij snel doorheen, dus vandaar dat jullie nu beelden zien van meerdere zones achter elkaar. We zijn het ook door Ghostly Graveyard gelopen. Ja, het is ook wel wat rustiger in het park, dus dat is wel fijn. Het is voor mij ook daardoor wat makkelijker om beelden te maken. Het zijn niet super veel beelden. Nogmaals, we moeten er snel doorheen. Maar ik geniet er nu al heel erg van. Zeker ook de kleine 5 tot 10 minuutjes dat ik net in de zon zou bestaan.
Het was zo fantastisch. Ach, ja. Het is zo fantastisch dat de laatste dag. Ik blijf het zeggen, ik val echt in herhaling, sorry. Maar het is echt zo fantastisch. En ja, we eindigen nu hier. Over 20 minuten is het voorbij. Maar we komen toch nog eventjes hier afscheid nemen van de freaks. Goed, een vriendenboekje. Ik weet niet. Ja, maar je praat erin. Ik dacht, we doen de echte monsters achterin. En de groepje daar. Het is wel de laatste. Zo lelijk is het. Nou. Ja. Kijk, ik hou graag zijn stok van. Ja, is goed. Ja, jij was hier niet bij de opening, hè? Jawel. Jawel? Jawel. Waarom heb ik jou dan niet gezien? Nou, waarom heb jij mij niet gezien? Kan ik ook aan jou vragen. Ik was er zeker wel. Jij was er wel. Staat op beeld. Staat het op beeld? Staat op beeld. Die meid legt ook altijd alle goede momenten vast, hè? Ja, zeker. Dus als je het nog niet gedaan hebt, like, comment, subscribe. Of nou, niet, ja. Ja, of niet. Nou, ja. Ik weet niet wat me overkomt, dat we gewoon nog eentje erbij. Ja, nog eentje. Nou. Na Carly, leeftijd 18. Waarom ben ik daar in? Nee, je leeft met die reden die 18 is. Gisteren was het 40. Ja, gisteren was het 40. Jawel. En dat staat nu op YouTube. Dat staat nu vastgelegd. Ik heb bewezen dat jij een viespeuk bent. Ja, en hij probeert dat kind de hele tijd aan te koppelen. En ik dacht dat het ook in zijn mond. Ja, precies. Waarom ik een van jouw lievelingsmonsters ben? Omdat je al je hoogtepunten vastlegt. Ja. En dat zijn er niet zoveel bij jou, dus dat is goed dat ze vastgelegd worden. Geef een cijfer van 1 tot 10. Hoe eng vind je mij? Maar is toch dat het over haar of over jou? 11. Nou, dat vind ik toch meevallen. Er zijn spooky deze mensen die een 12 hebben neergezet. Echt waar? Ja, echt waar. Ze hebben natuurlijk niks gedaan. Nou. Dingen die ik in een spookhuis echt niet tegen moet komen. Piraten, mannen met kettingzagen, clowns. Kan je met gewoon een extra hoekje card? Nou, jou eigenlijk. Ja, maar jij kent mijn naam. Nee. Ja, niemand weet ook wie ik hoor. Man met de baby. Ja, het meestal zit baby. Oh, baby. Ja, mijn moeder waar ik van ga huilen. Jij hebt je moeder toch niet gekend? Ja, ik voor altijd even. Oh, dat kan niet. Oh, ja. Ja. Ah! Maar het is ook freaky hier. Oh nee. Ik heb hem ook gelikt. Kijk, dat oh. Oh ja. Oh. Ja. Alle spooky ideeën. Personages rollen zich om in een graf. En hij moet ook even tekenen. Oh ja, wacht even. Hij moet even zijn handtekening zetten. Ik weet niet wat ik meemaak. Ah. Nou. Ja, dat is zijn hand. Oh. Wij moeten rennen. We moeten rennen, want ik wil een foto. Oh. We moeten rennen. We moeten... Nou! Nu het nog kan! Oh. Maak een foto! Nog maar 4 minuten, 3 minuten. Ah. 3 minuten? Okay. Dit is, we moeten de laatste momenten hier. Ja. Peekaboe! Peekaboe! Wil je echt een goede foto hebben? Ja, klaar! Foto hierin. Zichter met haar kind, joh. Gaat helemaal verkeerd hier. Nee. Ja, hallo. Hey. Oh, je kwam speciaal voor mij afscheid nemen. Ja. Tommy Tom is dat. Ja. Tommy Tom. Oh, nou. Even doen we mij afscheid, oké? Ze hebben mij al van alles genoemd. Je mag kiezen. Of Christian. Of iets anders. Heb je iets leuks? Lucas. Gaan we nu afscheid van mij nemen, oké? Okay? Ja. Heen, daar is de weg die wij moeten gaan. Waarom moet dat met Lucas? Oh. Wauw, Tommy Tom. Ja, je kent hem volgend jaar ook nog, of niet? Wordt het een beetje leuk dit jaar? Ja? Wordt het leuk? Is geen reet aan. Ze kijkt toch heel zagrijnig bij. Ja. Maar dat zien de kijkers toch niet. Dat maakt toch niet uit. Ja. Ja. Ze kijkt toch... Nou, dat is zo niet waar. Nee hoor. Ze kijkt wel heel lief. Zij is heel lief hoor. We zoeken weer nog een leuke vriend voor Tom. Mag allemaal in... Gewoon een vriend, hè? Ja. Mag je reageren in de comments? Ja, dat is echt leuk. In de comments. Ja. Ja. Nee, doe maar niet. Waarom doe je dat dan, Tom?
is now 11 p.m. This means that the Halloween Fright Nights have come to an end. The Symphony of Screams is over for now, but I am dying to see you again next year. Sleep tight. Pijn van het lachen, van het schreeuwen. Wat heb ik echt een fantastische afsluiting gehad bij Festival Friesland. Jullie hebben wat beelden kunnen zien, niet eens alles staat op beeld. Maar oh, wat heb ik gelachen. En het is zo verbeterd vergeleken vorig jaar. Want vorig jaar was ik zo teleurgesteld. Want toen heb ik ook afgesloten in Festival Friesland. Toen was het echt een soort anticlimax. Toen werden we er ook meteen uitgestuurd. Ja, het was gewoon echt meteen klaar. Opeens was iedereen weg en het was 11 uur. En dat en toen vond ik het echt heel jammer. Want toen was Festival Friesland hier in deze zon natuurlijk nieuw. Maar dit was fantastisch. Echt, dat hebben de acteurs echt zo fantastisch gedaan. Niet alleen die Festival Freaks, overal. Ik ben, weet je, ik werk hier niet en ik ben verder een supervisor niet, maar ik ben zo trots op ze. Ik wil toch even gezegd, ik ben zo trots op jullie. Het is ja, echt, het is helemaal leuk. Zo fantastisch, ze hebben zich weer zo uitgesloofd en zo hun best gedaan en het is echt te zien. En weet je, ik ben nu al een hele preek aan het houden, maar ik doe normaal altijd aan het eind van de video. Maar ik dacht, ik wil het toch even gezegd hebben, want ik heb hier ook goed licht. Dus ja, toch lekker lampje. Ja, goed lampje hier. Goed lampje. Ja. Nee, ik verwacht dat de eindskaart doorgaat, want over de eindskaart gesproken, die is heel vaak niet doorgegaan dit jaar. Bijna het idee dat die vaker niet is doorgegaan dan wel. De eindskaart is ook zoiets, hij hoort gewoon door te gaan, maar hij gaat alleen niet door als het dus slecht weer is, als er een onveilige situatie is ontstaan of als het gewoon te druk is, toch geloof ik ook. Denk wel, ja. Dan cancelen ze de eindskaart, dus het is nog wel eens gebeurd, ook dit seizoen dat ze de eindskaart hebben gewoon gecanceld. Ik hoop en verwacht dat hij wel doorgaat, dus de laatste dag, hè, dan... Ja, ik verwacht het wel. Dan moet alle gekte nog even naar Main Street. Ik ben heel benieuwd. Ik denk dat het echt wel... Dat is ook feest. Dat is altijd een feestje, ja, zeker op Main Street. Dus en dan... We gaan die kant op. Ja, we gaan die kant op. En dan kom ik daarna nog met mijn hele preek natuurlijk. Hè. Want het is niet alleen het einde van Halloween Finance. Het is ook het einde van dit hele Walibi seizoen natuurlijk. Maar ja, we gaan nog heel snel door naar Bright Nights. Dat is ook even wennen. We gaan daarna ook door naar Bright Nights. Over. Ja, dat is al in bijna. December. Zo weer volgende week, joh. Nou, dat is oprecht. Nee, goed. Wij gaan nu naar de Main Street en even kijken naar de eindskaart. Nou, ik had echt net met een shot gestopt en toen kregen we al te horen dat de eindskaart niet doorgaat. Dus dat is echt super jammer. Ja, ik heb net de redenen opgenoemd waarom de eindskaart soms gecanceld wordt. Het is een van die redenen. Super jammer. Baal ook echt een beetje van. Dus dit betekent dat het echt permanent het einde is van Friday Nights. Geen eindskaart meer. Voelt een beetje gek. Normaal eindigt Friday Nights echt altijd wel met een eindskaart. Uiteraard, zeker de laatste dag, maar goed, jammer. Maar dan gaan wij richting de poort en dan is het alweer bij het eind van deze video. Nou jongens, na toch lang getwijfeld te hebben vanaf het begin, hè, Friday Nights, neem ik toch die twee t-shirts mee. Deze en deze, kan toch niet laten. dus ze gaan toch met me mee naar huis, zo op de allerlaatste dag van Friday Nights. Ja, ik moest het toch meenemen. Jongens, dat was dan alweer het einde van Halloween Fright Nights, het einde van dit Walibi seizoen. Of nou ook niet helemaal, hè? Nogmaals, Bright Nights komt er nog bij. Ja. Oh jongens, wat een editie was het weer. Hoogtepunten, dieptepunten, alles. We hebben alles weer gehad. Het is zo snel voorbij gegaan. Ik heb absoluut weer genoten van Halloween Fright Nights. Het was weer echt een hele leuke editie. Was het de beste editie, eerlijk gezegd, vind ik zelf niet. Ik heb daar meer mensen ook over gehoord. Er waren zeker dingen die beter konden. De drukte was een groot ding voor heel veel mensen.
Toch heb ik het idee dat ik het ook heel vaak erger meegemaakt qua drukte met Friday Nights. Met Friday Nights is het altijd druk. Er staan altijd wachtrijen van meer dan 100 minuten. Ik denk dat het gewoon ook echt komt door de personeelstekort waar Walibi heel erg mee kampt. Veel attracties waren vaak dicht. Ik denk dat je daardoor de drukte gewoon heel erg kon voelen. Het weer zat op heel veel dagen echt niet mee. Dat is natuurlijk gewoon naar voor iedereen, voor de bezoekers, voor de medewerkers, voor de acteurs. Maar goed, laten we positief afsluiten met dat we toch wel weer enorm naar ons zin hebben gehad. En natuurlijk, zoals gewoonlijk, echt weer eventjes gigantische respect en liefde naar het volledige Halloween team. Zowel backstage als natuurlijk de acteurs, Spooky Days, Friday Nights, de grimeurs, alles backstage, iedereen die erachter zit, team erboven. Maar ook de normale Walibi medewerkers natuurlijk, jullie hebben echt een fantastisch seizoen gedraaid. Zo enorm veel liefde naar iedereen. En heel erg bedankt natuurlijk voor deze te gekke editie. En jij hebt het ook naar je zin gehad. Ja, zeker. Ja. Ja, jongens. En dan is het alweer bijna Bright Nights. Ik zeg al, voordat je het weet, volgende week zitten we alweer met Bright Nights. Zitten we alweer hier met de kerstsferen. Nou, dat is oprecht al bijna. Ja, het gaat, jongens, het gaat zo hard. Ik heb echt wel zin in Bright Nights. Vorig jaar was het echt al heel leuk. En toen was de eerste editie van Bright Nights. Dus ik ben heel erg benieuwd wat ze dit jaar gaan doen. Kijk ik echt wel ontzettend naar uit. En hoogtepunt van vandaag was denk ik echt wel dat we eventjes langs mochten bij Eddie. Nogmaals, Walibi, echt super, super bedankt hiervoor. En Eddie natuurlijk. Wordt echt heel erg gewaardeerd. Zijn we erbij, de eerste dag Bright Nights? Ik hoop het. Het ligt er echt aan op welke dag het is. Want ja. Vorig jaar was het geloof ik door de weeks. Tweede kerstdag was de eerste dag. Ja, toen was ik er niet bij. Want ja, met kerst zelf dan is het gewoon echt een beetje lastig. Dus ja, de eerstvolgende Walibi video die jullie van mij gaan zien is dus Bright Nights. Maar goed, het Halloween seizoen zit er voor mij nog niet helemaal op. Want volgende week zit ik in Toverland. We gaan ook nog even langs bij Horrorzone. Ja, maar dus, we gaan nog door met Halloween. Dus ja, wij gaan nog even doorgriezelen, maar in Walibi zit het toch echt op. En ja, ik heb het hartstikke leuk gehad. Ja. Ja. Heb ik alles gezegd ermee? Ja, mijn eindpraatje aan het eind van het seizoen duurt altijd heel erg lang. ik wil jullie uiteraard hartstikke bedanken. Hoe kan ik dat nou? De allerbelangrijkste. Ja, de belangrijkste. Jullie natuurlijk. Ja, jongens. Echt heel erg bedankt natuurlijk weer voor de steun door het hele Walibi seizoen heen. En ook zeker tijdens Friday Nights. Ik ben echt wel een paar keer... gewoon echt een beetje overdonderd zeg maar, door de liefde en support die ik echt krijg van jullie. En we hebben nog zoveel pins verkocht ook in het park. Daar was ik ook verrast over. Echt bestel zo bedankt. Er zijn nog steeds te bestellen. Link hieronder. Ze zijn inderdaad nog steeds te koop. Link hieronder. Even nu bestellen. Zeg fysiek maar, nu. Zijn we momenteel helemaal uitverkocht. Dus ik hoop dat wij nog wat kunnen fixen. Ja, via pretparkwinkels zijn ze gewoon nog te kopen. Ja, via pretparkwinkels zijn ze nog te kopen inderdaad. Pretparkwinkel.nl/deadwalibigirl denk ik. Ja, link staat in de beschrijving, ja, dus moet je even checken. Of in de link in mijn bio van Instagram. Nu bestellen. En als jullie de foto met Eddie en zo nog willen zien, check ook eventjes mijn Instagram. Dat is allemaal daar te zien. Ja, en ik denk dat het was. Ja, jongens, echt zo bedankt. Zo overweldigend allemaal. Ik kan er niet over stoppen met praten erover. Ik waardeer jullie zo enorm erg. En kan ik echt niet vaak genoeg zeggen. En natuurlijk Walibi, gewoon over het algemeen heel erg bedankt. Ik word hier aangekeken. Sorry, ik ga er een eind aan breien, jongens. Ja, de groeten. De groeten tot volgende week. Kom allemaal even bij. Waar zijn jullie? Oh, daar. Nou, jongens, dat was het dan. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. En tot de volgende vlog.